Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Let's Go Eevee Zoldink met Jordi van de Subpar Guys. Hots vlots. Hi. Het ging semi in één keer goed. Semi in één keer goed, ja. Vandaag doe ik niet zo heel veel, maar ik moet even wachten tot Milan zover is. Waar ik vandaag wel achter ben gekomen is, als je een Pokédex alleen maar de shiny vorm ervan hebt, dan laat ze niet de normale vorm ervan zien. Nee, dat klopt, dat wist ik. Dat wist ik. Heel flauw. Op een side note, Nidoqueen heeft echt een lelijke shiny. Echt? Kom op, de rest is paas. Oh, groen. Ik ben een Onyx panda voor mijn neus, dus mijn encounter is Onyx. Oh, je hebt de trainers overgeslagen, oké. Oh, trainers. Oh ja, ik zag een kutboompje, dus daar ben ik voor gegaan. Kijk, niet iedere boom is kut, Milan. Ik snap dat je niks hebt tegen de natuur, maar... Deze Onyx zijn kut te vangen, jongen. Oké, Geodude en Zubat hebben we al. Dus als species en dupes. Ik heb de Onyx. Jij hebt de Onyx. Nou, dan moet ik het goed maken met mijn encounter. Maar ja, je hebt nog een Graveler in je team, dus dat werkt niet. Moet ik hem Rock Gyarados noemen? Ik weet waarom. Als het past, ga je gang, maar ik ga er niet van uit. Nee, ik denk het ook niet. Maar ik zou het wel grappig vinden. Geodude. Nee, dat gaat niet passen. Graveler, Geodude. Jongens, waar is die andere? Ik weet dat die meer is. Fuck it, ik doe even één trainen en dan heb ik even iets meer ruimte. Dat is goed. Kan ik tenminste zien van oké, waar zijn de meerdere opties? Een trainer die zich kleedt als een slowpoke heeft een slowpoke. Dat zou je niet van tevoren verwachten, hè? Nee, terwijl het in de oorspronkelijke games heeft hij een Charmander outfit en heeft hij alsnog een slowpoke. Oh, wauw. Dus die dacht van, ja, ik ga toch hier nooit de Charmander krijgen. Het is toch allemaal respons. Fuck it. Mm-hmm. Ik heb in deze cave trouwens best wel wat shinies gevangen in mijn originele game. Nou, dan weet je wat je goed moet maken nu. Weet je welke shinies ik hier heb gevangen? Kangaskhan. Echt. Rhyhorn. Waarom fuck jou? Oké, even context daar dan voor. Ik was met Han bezig om de living decks te maken, hè? Ja. We zijn 2 uur bezig geweest om hier een fucking Kangaskhan te vinden. Oh, oeps. Dus wij waren... Hallo Onyx, recht voor mijn neus. Ja. Dat stel ik niet op prijs, Onyx. De ballen, Onyx. Kom op, met Chop of een Cubone. Dat zijn de enige die we nog hier mogen vangen. De rest is allemaal dupes. En Rhyhorn toch? Rhyhorn. Oh nee, wacht even. Is Rock, maar gewoon niet, want het is hetzelfde type. Oh ja. Nee, wacht even. Is het niet Ground Rock? Het is zo'n rare combinatie, maar volgens mij... Dat zou goed kunnen. Ik zou het even checken als ik jou was. Als het kan, is het een hele rare combinatie hoor. Ja. Ja, het is Ground Rock. En Onyx is Rock Ground, dus het mag. Dit is zo raar. Ik weet eigenlijk niet of ik Onyx nou uit mijn team heb gehaald. Dan moet ik zo even kijken. Dit is een hele rare pair. Ja. Want kijk, technisch gezien delen ze het wel. Alleen, ze delen niet de primary typing. En dat is raar. Dus wij vinden weer een loophole in het systeem. Nou ja, toegeven, ja. Daar zijn we iedere keer mee bezig. Dus. Niks nieuws. Zijn we daar pro's in. Ja. Durian. Oké. Over Pokémon Box, want we mogen hem toch niet in team hebben, dus
De ballen. Laat ze niet vallen. Heeft deze trainer met de slopen ook outfit aan ook een slopen? Dat is een zeer goede vraag. Ik hoop voor hem van wel. Anders heeft hij heel veel vragen om te beantwoorden. Nee. Van 1, waar heb je die outfit gevonden? 2, kunnen wij die ook krijgen? 3, ja. Nee, hij heeft geen slopen, hij heeft een Kangaskhan. Wauw. Winston Gerstanovic. Ruilen? Mijn ruil gewoon voor jouw Kangaskhan? Ja. Hey, het is een hele sterke Pokémon, helemaal in deze game. Fucking Mega. Oh ja. Mega zit in deze game, ja. Het is zeker een sterke Pokémon met hoeveel damage hij doet. Ik vond de stilte niet leuk, Milan. Waarom was je opeens stil? Omdat ik even ging kijken wat voor aanval die deed. Nou, ik ben een poison type, die moet niet zo heel veel. Kangaskhan wordt nog best wel pittig, denk ik, om te verslaan. Ik heb verslagen, maar hij killde me bijna. Comet Punch, even 5 keer ritten. Ja. Daarom werd ik stil, omdat hij Comet Punch deed. Als ze me flinst, word ik echt boos. Oh, goed zo. Burn. Nee, natuurlijk niet. Burn. Comet Punch, is dat normal of fighting? Voor mij is het normal. Oké, dus dan kan ik dingen wel inzetten, Geodude. Of Graveler. Ja, want... maar ik zelfs nog... Ja, maar hij is mijn sterkste en mijn enige met een fighting aanval. Ja, oké. Ja, ik snap je conundrum. Hier niks. Als me twee keer achter... hij flinch me 2 keer achter elkaar. Wat een onzin. 3 keer, wauw. En gaan we voor de vierde keer. Ja, ik ga eerst dealen. Wat een onzin. Hij blijft bite spammen. Oh nee, de vierde keer mag ik eindelijk raken. En wanneer kill ik hem dan ook? En dan mis je. Nee, ik miste niet gelukkig. Nee, dan moest er nog eens bij komen. Dan word ik echt mad. Oh, hij heeft weer geflinched. Yay. Nou, dus de beurt hierna geflinched, de beurt daarna geflinched en daarna nog een keer flinched. En dan ga je weer door. Nee, gelukkig mag ik nu wel. Oh. Kangaskhan is dood. Echt, het is een uitgestoffen ras en jij met die Kangaskhan aan het killen. Ja. Hoe doe je dat? Voor je helemaal niks daarvoor, Milan? Nee. Okay. Nee, daar heb ik echt gewoon geen moeite mee. Prima. Een revive. Dat zijn monies. Oh, een dikke onyx voor mijn neus. Ja, is revive bladgoud of echt goud? Weet ik veel, wat zijn dat voor een vragen? Hij is geel. Dus is het goud of is het bladgoud? Misschien is hij gewoon geel. Ja, maar je kan toch aardig wat geld voor vragen, hè? Ja, dat is waar. Daar zit wat in. Oh. Jordi gaat wisselen. Oh. Deed veel damage? Even een Rhyhorn die dacht van, weet je wat? Drillrun is een mooie move. Ja. Nou, het is ook best een mooie move. Ja, even op een Nidoqueen. Die HP-balk wist even niet hoe snel die bijna leeg moest zijn. Maar hij leeft nog. Gelukkig. Zij leeft nog. Ja, dat is wel wat ik iets nodig heb. Ik heb even iets nodig voor Rock en Ground types. Specifiek in die volgorde. Voor rock en ground. Gewoon een water Pokémon. Krabby. Ja, kijk, maar dat is het probleem. Je hebt de Psyduck. Ja, dat is inderdaad wel een probleem, ja. Ander probleem. Krijs is ook geen optie, want je hebt een Ivysaur.
Ja, nee, dat klopt. En zou ik nog kunnen zeggen Flying. Maar ja, ik heb een Poison type. En die vinden ook Rock types niet zo heel mooi. Dus ik heb even iets specifieks nodig. En het specifieke is misschien iets wat het gewoon niet per se hoeft te resisten. Maar die wel een hit kan taken. En dat is? I don't know, een Fairy. Nou. Een Normal. Een Normal Fairy. Een Tauros misschien. Nou, misschien. Want met uitzondering van Golbat wordt hier iedereen gekilled door een Earthquake. Ja, dat is wel een oef. En op zich is het ook nog wel geinig. We zijn hier in de Kanto-regio. Op zich een regio die aardig stedelijk is, maar ook aardig wat... Nou ja, hoe zeg je dat? Aardig wat... wat is het woord wat ik zoek? Aardig natuurlijk. Nee. En meer een deel van de Pokémon die zijn poison. Leg mij die eens even uit. Ja. Tja. Ze hadden geen inspiratie in generatie 1? Ja, zou kunnen. Maar letterlijk alles is hier poison. En dus... Dat zorgt er gewoon wel voor dat je in deze game, als je niet randomized, dat je eigenlijk alleen maar poisons hebt in het begin. Hey, Cubone. Nu snap je wel waarom Team Rocket met voornamelijk poison types loopt. Ja. Want er is niks anders. Ja, wij wilden wel graag aan jou een Geodude geven, maar we kwamen 20 Zubats tegen. Dus hier. Yeah. Zubat. Zubat. Hiker Oliver met een Onix. Oh. Dat is ook een beetje vals spelen, hè? Een hiker met een Onix. Ja. Ja, ik heb niet zin om te lopen. Onix, draag me even. Waarom denk je dat die hikers zo dik zijn? Precies. Die gaan gewoon met de Onix naar boven. Ja, precies. Ja, zo kan ik het ook. Moet het dan zijn met hikers die een Geodude of een Graveler hebben? Gewoon op die Graveler zitten. Ja, of zitten of worden ze gegooid door die. Ja, dat kan ook nog. Ik weet het niet of dat zonder schrammen en wonden gaat, maar... Nou ja, misschien kan het zijn dat wat ze in de rugtas hebben... gewoon gebakken lucht is of helium. Dat ze kunnen gebruiken als airbag. Ja. Dus of een matras of zo, of een kussen. Ja, kan. Daarom hebben ze ook zoveel op de rug, hè? Oeh, een Kadabra. Kadabra. Boah, kilde ik nou niet? Wauw. En gaat hij ook nog dik doen? Wat een bullshit. Zo, weer een trainer klaar. Oh, altijd mooi. Veel te veel damage. Wat is veel te veel? Veel of gewoon te veel? Gewoon te veel. Gewoon te veel. Meer dan dat ik van tevoren had verwacht. Laat ik het zo zeggen. Ik vind het ook mooi dat die trainers ook gewoon geen goede visie hebben. Hè? Ik sta letterlijk met een Arcanine zowat in hun gezicht. Ja. Yeah. Nee, ik zie jou niet. Oké, prima. En dan loop ik even langs. Dit beest neemt de hele tunnel in beslag. En dan zien ze me alsnog niet. Nee. Oh, ik moet langs deze hiker, dat is wel jammer. Dat is wel jammer. En mag op. En mag op? En mag op. Gop, oh gop, en mag op. Ja, breekie. Breekie, breekie. Hé, hey, dit is ook een mag op. Dat is ook een mag op? Ja, lijkt wel of we Sol Link zijn. Dus als ik deze kill, is die andere ook gekilled. Dat zou wel makkelijk zijn. Ja. Hoe maak je een game heel makkelijk? Je linkt ze aan elkaar en... Dat is op zich een geinig idee zijn, maar ik denk dat heel veel werk is om dat goed te modden. Dat je twee rooms aan elkaar koppelt. Ja. En als de game registreert van, oké, die Pokémon is dood, dat die aan de andere kant van een andere game ook dood is.
Ja, je had wel zo'n online Pokémon dat je met z'n tweeën zeg maar zo'n game door kon gaan, zeg maar. Dat je gewoon allemaal dubbel battles had. Ja. Ja, op zich. Het idee is wel geinig, maar... Mm-hmm. Ik vind sowieso wat ze hebben gedaan met deze, met die co-op, vind ik al een goede stap in de... Jawel. In de correcte richting. En Rhyhorn. Wat dan een betere stap was geweest, was om gewoon te zeggen van fuck it, iedereen heeft zijn eigen team. Dus ja. Je hebt 12 mons mee. Succes! Oef. Ik hoop niet dat er al te veel trainers meer komen, want anders moet ik even escape ropen. Er zijn nog genoeg trainers. Ja, dan moet ik escape ropen om te healen, want... De HP is low. Ja, HP is low, 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 low. Low, 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 low. Oké. Dan we een body slam. Zal ik escape rope of zal ik nog even... nog wel iets. Dan kan ik nog wel even moven. Dat maar even proberen. Zo. Deze bit... Ja, er komen nog erg veel trainers. Ik denk dat ik wel even moet escape ropen, zo. Ja, op zich. Dat is het voordeel van Let's Go, is dat omdat er overworld Pokémon zijn, word je niet om de seconde gestopt door een wild encounter. Ja, tenzij ze in je pad lopen. Ja, maar dat is toch, die kans is stuk kleiner, zeg maar, dan hoe het in de oude games ging, zeg maar. Hoezo is hij nou weer sneller? Oké, ja, ik snap wel dat hij sneller is trouwens. Ah, ook nog geburnt door een Ember. Dan krijg je die onzin weer. Dat hoor ik niet meer vaak. Ik ben geburnt door een Ember. Nee. Oh, wacht. Sorry. Het was een flamethrower. Nou, dan nog. Oké, maar dat is wat logischer. Ja. Kadabra. Draai jij nog op? Ja. Nee. Oké, laatste trainer van de Rock Tunnel en dan ben ik al klaar. Yo, hoe hoog zijn jouw Pokémon's van hier? 26, 27, 28. Vooruit. Ja, ik heb ze getraind tot level wat we hadden afgesproken, maar ja. Nee. Ik loop een paar trainers voor, dus... Moet switchen. Oh. En je hebt het tempo nu wel gezien in andere Pokémon projecten waar je nu aan mee hebt gedaan. Tempo ligt aardig hoog over het algemeen. Ja, terwijl... ik ben voor mezelf best snel, zeg maar. Ik loop nergens te treuzelen of zo, zeg maar. Alleen dan kan het... Oh jee. Ja, er is een Pokémon dood. Ik was er al bang voor. Wie is dood? Butterfree. En Butterfree was gekoppeld aan... Waarom denk ik dat het Pikachu is? Het is Pikachu, of niet? Ja, het is Pikachu. Wat ik aan het zeggen? Het is ook niet dat ik treuzel of zo, zeg maar. Het is meer dat het gewoon dan met de levels... Wauw, wat een onzin is dit weer. Wat ben je nu kwijt? Zo slecht ben ik toch niet in Pokémon? Waarom gebeurt het de hele tijd? Wat ben je nu kwijt? Graveler. Ja, ik heb wel één Pokémon die hem kan killen, maar ik ben niet sneller dan die Kadabra. En elke keer door de Psybeam word ik genaaid. Wacht, welke Pokémon wil je, die je nu nog over hebt, echt niet verliezen? Nee, sowieso niet de Arcanine en sowieso niet de Nidoran, maar die snap je. De Nidoran is met de Meowth, hè? Ja. Oh, de speed is ook nog eens laag van deze Pokémon. Ja, dit wordt weer waardeloos. Kan Psyduck niet een ding taken? Nee, ik denk het niet, maar ik ga het wel proberen. Ik wacht even tot je klaar bent met diegene, want anders ga ik een hele goede vraag stellen.
Ja, de Psyduck kon hem ook niet taken. Nee. Allemaal Psybeams. Allemaal gewoon KO. Nee. Even kijken welke Pokémon is deze sneller. Hier, mijn snelste Pokémon is Meowth en die is al niet sneller dan Kadabra. Ik heb wel nog een idee trouwens. Nou ja, succes met het idee, maar. Ja. Oh, zo close. Ik dacht, ik doe hem met fake out. Want dat. Mm-hmm. Zo kan ik hem wel killen dat ik niet al mijn Pokémon's kwijt ben. Nee. Dan moet ik nu switchen naar Ivysaur. Dan gaat Ivysaur wel dood. Maar dan komt Meowth er opnieuw in en dan ga ik fake out doen. Ja. En dan heb ik gewonnen. Als dat idee werkt, prima. Dat is mijn enige optie. Want Psybeam killt alles. Ja. Of wij moeten opeens geen Psybeams meer hebben. Dat kan, maar dat denk ik niet. Nee, hij blijft Psybeamen. Wauw. Ik vind het vooral vervelend dat dit de hele tijd alleen maar bij mij gebeurt. Terwijl ik echt niks raars doe of zo. Ik doe echt niks bijzonders. Ik wacht nog steeds even met mijn opmerkingen, hoor. Ja. Zolang je er maar doorkomt en je geen teamwipe krijgt, vind ik alles goed. Ja, ik heb gewonnen met Meowth. Oké, okay, de rest is allemaal dood? Ja. Oké, okay, dan maak ik even de hele flauwe opmerking. Hoe kan het dat degene met soort een mono-poison team daar wel doorheen komt? Ja, waarschijnlijk omdat je één Pokémon hebt met een super effective aanval waar je hem dan gewoon meteen one-hit mee killt. Want dat was ook een beetje het probleem. Die Meowth, die kon gewoon heel veel damage doen. Alleen omdat die Psybeam meer dan de helft deed, kon ik niet bij Meowth blijven, zeg maar. Dan het antwoord op jouw vraag. Ik gebruikte een Arcanine. Ja, dat bedoel ik. Met Bite, dan is hij gewoon dood, zeg maar. Nee, Headbutt. Oh, Headbutt. Nou, maar snap je? Ja, ik snap. Ik snap heel goed. Maar ik baal daar wel van, maar ik leef nog. Dat is in ieder geval iets. Ja, dus ik stop alles wat dood is, stop ik in de box. Want ook al is de joker, is niet voor lang. Dood is dood. Maar de joker leeft nog, toch? Oh ja, de joker leeft nog, de rest is dood. Ja. Ai. Moet ik even gaan kijken van, oké, wat doen we er nu in? Terwijl jij... Oké, want welk level is die Meowth van jou? 25. Is er dan nog steeds geen Persian? Nee. Oké. Zeg maar wanneer je in het center bent, want ik denk dat jij en ik eerst even een team moeten maken. Ik ben in de center, want ik ben met een escape rope. Oké. Dus wat we er nog over hebben is een Raticate en een Pichotto. Vero en een Ekans. Klopt. Diglett en een Diglett. En Krabby en een Nidoran female. Ja. Yeah. En in Rock Tunnel. En Rhyhorn en een Onix. Even kijken. Nou, wat is nu wijsheid? Maar ik moet even één ding nakijken. Even kijken. Diglett, wat wordt jouw typing als we jou wisselen? Ground Steel. Dan kun je omdraaien naar Steel Ground. Maar dan valt de rest weg. Even kijken, waar kunnen we de meeste winst uit halen? Wanneer kan je die Diglett omruilen voor die elektrische Diglett? Volgens mij... Ik moet even voor zekerheid kijken of dit de Diglett is of de Geodude. Eén moment. Diglett is letterlijk aan het einde van Rock Tunnel, maar één van ons mag het maar doen. Ja. Even kijken hoor. Raticate en Pichotto. Want... Nee, want je hebt een normal type in je team. Ja. Dus dat kan ook niet. Af. De Onix en de Rhyhorn kunnen we doen. Ja, maar dan kunnen we geen Diglett. Nee, dat klopt.
Kijk, de Krabby en de Nidoran Female kan sowieso, want de Nidoqueen is shiny en dat is gewoon de joker. Ja. Dus daar kunnen we gewoon omheen werken. Dus Krabby en Nidoran Female sowieso. Oké. De Ekans en de Pharaoh. Pharaoh dan voor de Flying. Flying, ja, hebben we dat gecoverd. En het enige wat we overhouden is Diglett. De Diglett duo en de Rhyhorn. Het enige probleem is dat ik nog door de cave heen moet komen. Ja, maar nog door de cave heen, ja. Wat ik kan doen... is ik zeg, fuck it. We stoppen Rhyhorn en Onyx erin. En ik wissel mijn Diglett in voor de Shiny Pichardo. Dan is dat een joker. Oké. Dan is voor jou de Alolan Diglett. Is die Steel type en Steel hebben we nog niet, dus dan kan het. Oké. Kan ik hem dan al in mijn party doen? Ja, stop maar in je party alvast dan. Ja. Diglett Cave, Pichardo en Alolan Diglett. Dus dat hebben we even aangepast. Want voor de rest weet ik het anders ook niet. En meer kunnen we niet uithalen. Want dit is letterlijk het maximale wat we eruit kunnen halen. Het enige wat ik nog had kunnen doen is... Ja, jammer genoeg. Ik heb die Rattata. Dat is nog een trick kunt, want we hebben Vero in ons team. Dat kan niet. Even denken. Hoezo? Ik snap het niet. Wat kan niet? De enige pair die nog over is de Raticate en de Pichotto. Ja, nee, die kan er inderdaad niet in. Nee, die kan er niet in. Oké, wat is wijsheid? Ik zal nog maar niet door de grot in gaan, neem ik aan. Wat zijn je levels van je mons? Ik heb een Miauw van 25 en een Diglett van 25. Een Onyx van level 19. Een Nidoran van level 18 en een Ekans van level 13. Dat is eigenlijk te laag. Welke Pokémon heeft de volgende trainer? Weet je dat nog? De eerstvolgende heeft een... Je bent gewoon bij de Kadabra, dus er is een Black Belt. De Kadabra heb ik net verslagen. Ja. Er is een Black Belt met volgens mij met Chop of een Primeape. Is een van die twee. Ja, dan moet ik al trainen, want ik kan daar nooit met mijn Meowth erin. Nee, precies. Dan heb je nog een trainer met een van mijn grass type. Dan heb je nog een trainer met nog iets. Ja, dat wordt hem gewoon niet. Nee. Daar kan ik heel kort over zijn. Dat wordt hem niet. Ik baal wel echt weer dat dit dan weer gebeurt, zeg maar. Nee, jij baalt ervan dat het door jou komt. Ja. Ja, daar baal ik wel voor je. Van ja. Maar goed. We leven nog. Net. We hebben altijd nog Raticate aan het einde van de rit, maar... Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Voor dit nou een leuke aflevering, doe een duimpje omhoog. Vind je het zielig voor me, doe dan ook een duimpje omhoog. Ga naar Jordi's kanaal en abonneer daarop. Daar heeft hij leuke series lopen. Ik doe zelf nu mee met een Mario 3D World serie. En er komen nog hele leuke andere series aan waar ik ook aan meedoe. Dus ga zeker daar even abonneren. En dan zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.